Ik ben nu al een tijdje bezig met breien. En ik volg ook heel veel verschillende podcasts. In Engelstalig vooral, een paar Nederlandstaligen. En het leek mijzelf ook heel erg leuk om zelf een podcast te doen. Maar omdat er al zoveel in het Engels zal zijn, had ik niet het idee dat ik daar iets aan toe kon voegen. Dat ik niet echt iets bijzonders speciaals had dat mij zou onderscheiden van al de Engelstalige podcasts. Dus ik dacht, weet je. Er zijn er nog niet zo heel veel in het Nederlands. En waarom niet? Waarom zal ik hem niet in het Nederlands doen? Dus de doelgroep is misschien iets kleiner dan de Engelstalige. Maar ik denk dat er in Nederland genoeg breiers en hakers en andere creatievelingen zijn. Die het ook leuk vinden om gewoon in hun eigen taal wat dingen te horen over breien en haken. En misschien andere creatieve dingen. Dus dan gaan we van slag. Kun je me vinden op het internet. Ik ben actief op Instagram en Ravelry als Terralita. Ik zal het ook even onderin in de balk, laat ik het even zien. En ik heb ook een eigen website. Die gaat meer over mijn werken met papier. En dat is www.old.nl. En ook die zal ik even, waarschijnlijk ook onder de video even laten zien. Maar ook eventjes in beeld. En je kunt me altijd even een berichtje sturen op zowel Instagram als Ravelry als je een vraag hebt. En we gaan nu naar het volgende onderdeel. Wat gaan we allemaal doen in deze podcast? Ik wil wat dingen laten zien waar ik mee bezig ben. Ook wat recente projecten die ik heb afgemaakt. En ik wil ook wat vertellen over hoe je wol gaat verven. En daar heb ik ook verschillende video's van gemaakt. En misschien dat ik een gedeelte al in deze podcast toevoeg, maar het kan ook zijn dat ik in een volgende podcast erop terugkom. Dus ik ga beginnen met wat ik nou eigenlijk mee bezig ben. Dit moment maak ik met leuke glimmende garen maak ik een kool. En dat is een patroon. Van Alka Design. De breidt hecht heel erg leuk op. En er zitten allemaal een soort golfjes in. Ze noemt het dan ook de bijnaam de Wave Call. Dat heeft ook nog een andere naam. Maar deze mag ik dus voor haar uitproberen. En misschien als je de volgende keer kijkt, heb ik hem af en laat ik hem eventjes zien. Maar hij wordt nu in ieder geval al heel erg mooi. Een ander recent project is de Lionberry. Lionberry is een patroon van Narniel of Endor. Is een gratis patroon. In het Engels. En oorspronkelijk was deze in één kleur. En ik had niet genoeg om de sjaal uit één kleur te maken. Maar ik had wel verschillende kleuren. En ik besloot dus elke keer als het patroon wisselde van steek, om dan ook een andere kleur te gebruiken. Deze kleur, die had ik zelf geverfd. En dat is sokkenwol van Drops Design. En die andere effen kleuren, dus deze mooie paarsige tint en een beetje de groene tint en deze tint, die zijn van Wol & Co. En dat is, ze noemen het super soft wol. Maar deze had ik dus klaar en het was zo'n fijn patroon, dat ik dacht, weet je wat, ik ga hem nog een keer maken. En ik had op de beurs in Zwolle had ik een heel mooi bolletje gekocht van Zild en Zeus. En er zat dus zijde in en bloemvlees laster. En nou, daar moet ik iets heel speciaals mee maken. Maar wat? Dus ik had hem al een tijdje liggen. En toen denk ik, nou weet je wat? Ik doe hetzelfde patroon, één kleur. En kijk even hoe dat wordt. En dat is deze. En ik vind hem zelf heel erg mooi geworden. Ik heb wel wat dingen aangepast. Ik heb bepaalde elementen van het patroon heb ik behouden. Waaronder het bergpatroon. En de gaatjesteek zit ook op dezelfde plek. Alleen in plaats van de andere steken heb ik besloten om gewoon een simpele ribbelsteek toe te voegen. En ik heb een paar extra rijen toegevoegd, waardoor de sjaal ietsjes langer werd. Waardoor hij even ietsjes meer makkelijker om je nek heen gaat. Nou, echt heel lichtvaardig, prachtig materiaal. Ook dus wat geschikt voor wat warmere dagen. Want gewone wol is dan vaak net even iets te warm. Maar doordat dit zo'n lekker lichtvaardig materiaal is, past ook zo in een tas. Lekker makkelijk. Echt ideaal patroon. Echt een aanrader. Het is dus gratis op Ravelry.
Toen had ik nog wat over van deze. Want ik was eerst van plan om een complete bolletje op te breien. Maar ik denk nou, hele grote omslagdoeken en sjaals, die draag ik eigenlijk bijna niet. Ik kijk hoeveel er nog over is. Ik kijk of ik nog wat handgewerfd garen heb. En misschien kan ik er nog een paar sokken uit maken. Dus dat heb ik gedaan. En dat zijn deze sokken geworden. Dus deze kleur van de hiel en van de boord en het gestreepte hier in de tenen, dat was het mijzelf aangeverfde. En de rest van de sok is dus van hetzelfde garen van Silt en Zeus. Heel erg blij mee. Ik bedoel, het is wel grappig. Ik begin met sokken breien als het mooier weer wordt, maar voor de winter zit ik alvast gebeiteld. Nou, dan wil ik nu wat meer vertellen over handgeverfde garens. En dat zie je in het volgende onderdeel. Toen ik net met breien begon, toen kocht ik gewoon goedkoop garen. En er is helemaal niks mis mee. Maar op een gegeven moment zag ik zulke prachtige handgeverfde garens. En ik kon niet kiezen. En op een gegeven moment, ik had al een keer geëxperimenteerd met verf. Dacht ik, nou, ik ga het nog een keer proberen. En ik begon met gewoon echte wolverf. Maar het hele procedé vond ik zelf een beetje omslachtig. Je moet met een maskertje op als je het potje opendraait. En nou, noem maar op, allemaal verschillende dingen. Dus de hele manier van werken vond ik voor mijzelf niet prettig. Ik had wel een keer al geëxperimenteerd met verven met limonadepoeder, met Kool-Aid. En toen had ik zelf het verkeerde materiaal gebruikt. Dus dat was de eerste keer mislukt. De tweede keer dat ik probeerde was het heel goed gelukt. En dat garen wat ik toen heb geverfd. Is toevallig dit. Dus mijn allereerst geverfde garen heb ik hierin verwerkt. Alleen met Kool-Aid zit je iets beperkt met je kleuren. Er zitten heel veel rode kleuren bij Kool-Aid. Omdat je natuurlijk hebt kersensmaak en je hebt bessensmaak. En, nou, in ieder geval heel veel rode kleuren. En groen en geel en blauw, maar niet heel veel schakeringen. Toen heb ik gelezen dat je kon ook gaan verven met food color. Dus dat wat je normaal toevoegt aan cakebeslag of slagroom of andere ingrediënten, kun je dus ook gebruiken om wol te verven. En ik heb hier mijn meest recente voorbeelden. Dat is deze. En het leuke van deze is, ik heb hier dus ook een video van gemaakt. En die kun je dus, ik zal een klein stukje ervan alvast in naplaatsen. Maar er komt dus nog een uitgebreide video met hoe je dit verft. En ik heb ook twee bijpassende kleuren gedaan, want dit is niet voldoende voor een sjaal bijvoorbeeld. Dus als ik er een sjaal van zou willen maken, heb ik ook een bijpassende groen en een bijpassende geel heb ik gemaakt. En ik heb ze ook bepaalde namen al gegeven. Dit vond ik zelf lijken nog zo'n wereldglobe met de aarde, de zee en het land en de woestijnen en de steppes. Dus ik denk, nou deze noem ik de planeet Aarde. En deze zijn woestijn en steppen. En die passen dus erbij. En als stel je voor dat ik er toch sokken mee maak, dan vind ik het wel leuk om dan de boord en de tenen van een contrasterende kleur te doen. Dus dit is mijn meest recente verfproject. En ik heb dus ook wat video's gemaakt hoe je andere technieken doet. En daar zijn deze het resultaat van. Dus hoe ik die heb geverfd, kun je ook binnenkort bekijken. Nou, hoe doe ik dat dan met die verf? Daar vertel ik in het volgende onderdeel iets meer over. Als ik zelf ga verven, gebruik ik gewoon een simpele in de winkel online te kopen garen. Dat is misschien iets omslachtiger, omdat het dan op een bolletje nog zit, die je dan zelf moet ontwikkelen en een streng van maken. Maar dit is bijvoorbeeld sokkenwol van Drops Design Fabel. En er zit aardig wat meters op. En het is ook niet zo duur. Ik heb deze allemaal gekocht in de aanbieding vorige maand. Toen kreeg ik overal 35% korting op. Nou, toen heb ik lekker ingeslagen met verschillende soorten wol. Dus ik heb wat sokkenwol, ik heb merino, ik heb een mengsel met katoen en merino. En dat zijn dus allemaal op bolletjes en die maak ik in een mooie streng. Dan verf ik het en daarna doe ik het terug in een cakevorm. Ik zelf doe het altijd in een hele losse cake, zodat ik niet zoveel stress op
de garen komt. Maar daardoor kan ik wel heel goed zien hoe de verschillende tinten zich verhouden en hoe het ongeveer gaat worden als je het zou gaan breien. Ook een paar andere leuke garens vind ik de cotton merino. Het leuke van de cotton merino is dat het zowel katoen als merino heeft. En omdat, dan moet ik eigenlijk een stukje terug, want dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. Als je dus gaat werken met wolverven, met zeg maar voedselkleurmiddelen, dan kun je ook alleen dierlijke producten kun je kleuren. Dus dan moet je denken aan zijde, aan wol, alpaca. In zolang het dus een dierlijke oorsprong heeft, een dierlijke haar, dan kun je dus ermee verven. Maar een product zoals katoen, daar hecht de verf zich dus niet aan. Dus als je dus inderdaad deze zou gaan gebruiken, je kunt nu het nog niet zien, het lijkt gewoon één geheel. Maar als je het gaat verven, dan krijg je een beetje zo'n zuurstok idee. Dus een gedeelte is even een kleurtje en een gedeelte is gewoon wit of naturel gebleven. En daardoor kun je dus een heel leuk effect krijgen. Kijk, deze heb ik dus nog niet in een cake gedaan, die zit nu in een streng. En meestal markeer ik hem eventjes met het oorspronkelijke materiaal, zodat ik weet wat ik heb gebruikt. Iets wat ik ook ontzettend leuk vind om te gebruiken, is de Merino Extra Fine. Er zijn ook aardig wat meters op een bolletje. Dit is 50 gram en 105 meter. Ik doe ook wel eens bijvoorbeeld dat ik twee bolletjes tegelijk verf. En dan heb ik voldoende voor een klein omslagdoekje. En dat heb ik bijvoorbeeld bij deze kleur gedaan. Ja, zo'n cake. Zoals ik al zei, ik doe meestal een beetje losse cakes. Dus het kan zijn dat hij na verloop van tijd, dat ik hem even de buitenste laag even goed moet omwikkelen weer. Maar dit was mijn onderwaterkleur. En dat wordt binnenkort waarschijnlijk ook een hele mooie sjaal. Zodat je heel makkelijk de wol kunt verven. Dus dat doe je met een beweging. Ga je onder de elleboog door. Doe om de pink heen. En zo ga je weer terug. En zo blijf je deze beweging maken. Net zo lang tot je je hele bolletje op hebt gewikkeld. Okay. Nu heb je, als het goed is, aan elke kant een draadje. En nu begin ik aan de bovenkant om dat draadje vast te binden. Dan verdeel ik meestal mijn streng in een aantal gedeeltes. En dan weef ik die er een beetje omheen. Dus dan krijg je een beetje dit effect. Ik doe het niet al te strak, maar het moet wel een beetje stevig zitten. Anders gaat het straks tijdens het verfproces gaat het loszitten. Dus dan ben ik deze kant is nu vast. En dan zie je toch, doordat je een bepaalde slag om je arm heen draait, dat het een beetje in elkaar grijpt. Maar dat is geen enkel probleem. Je kunt dus gewoon rustig er tegenaan duwen. Net zo lang. Oh, nu zit hij vast in mijn ring. Als je een ring hebt met heel veel uitsteeksels, is het misschien een idee om al je sieraden af te doen tijdens dit proces. En ook straks natuurlijk tijdens het verfproces. Je trekt dus aan elke krinkel hier. Net zo lang tot je de streng hebt. Dus de ene kant hadden we vast. We hebben hem helemaal mooi alle kinken eruit. Nu vind ik dit draadje een heel klein beetje kort om tot die kant te komen. Dus wat doe ik dan? Dan knip ik hem liever af. Als je hem dus om je eigen arm heen draait, dan kan er soms wel spanningsverschil ontstaan, zoals je hier ziet. Het is dus eigenlijk wel de voorkeur dat als je een gewillige huisgenoot hebt, dat die even zijn armen uitsteekt en dat je een heel groot stuk karton hebt waar je het omheen kunt binden. Helemaal ideaal zou zo'n speciaal molentje zijn waarbij je het draad hem heel mooi omheen kunt draaien. Maar mocht je dat dus allemaal niet tot je beschikking hebben of je wil even snel, dan is het om je eigen arm heen draaien dus de makkelijkste oplossing. Kijk, zoals je ziet doe ik net als aan de bovenkant
eromheen, om de verschillende stukken. Dus nu zit hij aan beide kanten vast. Tijdens het verfproces probeer ik hem wel zoveel mogelijk straks in één beweging te houden. En ook tijdens het drogen. Nou, dat zul je straks allemaal in de rest van de video zien. Als straks de wol klaar is, dan kun je in principe als een mooi klein strengetje. Maar dat is straks allemaal. We gaan dus nu de volgende stap doen. En dat is de wol laten weken in water. En dat doe je ongeveer voor een uurtje, zodat het water goed in de wol strekt. Op de achtergrond hoor je trouwens mijn zoontje. Afgesproken als het maak ik sokken en die maak ik dan met Magic Loop. Dus dat je dus met een lange rondbreinaald van meestal 32 inch of 40 inch, oftewel iets van 80 of 100 centimeter werkt. Alleen, ik had ook heel veel gehoord van de 9-inch circulars, dus de 23 centimeter naaldjes. En deze sokken heb ik dus ook gemaakt op die manier. En ik heb een videootje gemaakt terwijl ik daarmee bezig was. En die volgt meteen hierna. Dan kun je zien een beetje hoe het breidt. Het is mijzelf heel goed bevallen. Ik heb dus eigenlijk bijna de complete sok heb ik op die manier gebreid. Alleen, op het laatste moment ben ik... met de minderingen ben ik toch weer teruggegaan naar Magic Loop. Het eerste stukje wilde nog wel, maar dit laatste stukje werd het gewoon een beetje gepriegel. Dus die heb ik op Magic Loop gedaan. Dus die video komt hierna. Wat ik nu gebruik is een rondbreinaald van 23 centimeter. En die is wel even wennen, want het is natuurlijk een heel klein naaldje. Heel weinig grip. Dus niet elke manier van breien zal hiermee werken. En het is eigenlijk ideaal voor gewoon recht breien. Ik vond het iets lastiger om met deze techniek de boord te doen. Het was wel te doen, maar ging iets langzamer. En zelfs de hiel. Dit is natuurlijk een wat makkelijker hiel om op een klein naaldje te doen. Dus de Fish Lips Kiss Hiel. Vind ik zelf een ideale, makkelijk te onthouden manier van een hiel maken. Maar gewoon lekker een vanilla sok, zoals ze dat wel eens noemen, gewoon simpel recht breien, is het ideaal. Ik merk wel dat mijn handen iets vermoeider raken. Voor de video heb ik het nu trouwens ook ietsjes afstand. Normaal hou ik het meer een beetje dichter bij me. Maar ik vind het een hele leuke afwisseling. Dus ik heb nu verschillende manieren geprobeerd. En ik denk dat dit wel een hele leuke afwisselende manier van sokkenbreien is. Oh ja, voordat ik het vergeet. Deze 23 centimeter rondbreinaald is van het merk Hayahaya. Ik zelf vind Hayahaya naalden ideaal. Ik heb ook een complete set met verwisselbare. Maar voor de kleinere maten hebben ze alleen maar de vaste draden. En nou, dan ga ik deze eens proberen. Gewoon een 23 centimeter rondbreinaald. Andere dingen waar ik mee bezig ben. Dit zelfgemaakte project bag. Van mijn restjes wol van een ander project had ik een leuk balletje gemaakt. Zit ik bezig met een sjaal van mijn schoonmoeder. En ook met zelfgeverfd garen. En een lekkere fleurige... Oh, ik weet niet of je... Dit is een beetje de betere kleur. Een hele frisse, gele, warme tint. Zit ik bezig met een hele fijne sjaal, zeg maar. Een heel fijn gebreid. Ik werk op dit moment op priem 3. Het patroon gaf 3,5 aan, maar dat vond ik zelf geen mooi stof van worden. Het was erg veel gaatjes, erg grof. Ik denk, nou weet je, ik ga gewoon één priem naar beneden. Het is toch een grote omslagdoek. Dan wordt die gewoon maar even ietsjes kleiner. Maar zoals je ziet, is het nog toe een simpel recht averecht. Met dan meerderingen bij de schouder. En langs de rand. En straks komt hier dan ook een stukje met meer kantwerk komt er aan het eind. Maar dit wordt best wel een groot project, dus ik denk dat dit nog wel even duurt voordat het klaar is. Er zitten in ieder geval genoeg meters aan het bolletje. Er zit iets van 1000 meter op. Dus
Het kan al eventjes duren. Ze weet nog niet dat ik hem maak, dus dan blijft het een verrassing en maakt het ook niet uit wanneer ik hem geef. Maar dat vind ik dus ook leuk, om gewoon mini tasjes te maken voor mijn projecten. En het leuke van deze, omdat ik ook een beetje geel erin had zitten, zodat hij bij mijn sjaal paste. Ten slotte vind ik het ook leuk om af en toe zelf een beetje een patroon te bedenken met wisselend resultaat. Maar een van de eerste waar ik erg tevreden over was, was een omslagdoekje. En dat is deze. Oh, verkeerde kant. En die is gemaakt van twee soorten wol. De een is de katoen merino mengsel waar ik het net over had. Ik zal even kijken of ik een beetje in kan zoomen. Maar je ziet dus dat hij een klein beetje gemêleerd is, turquoise met wit. En die andere is een hele zachtig pluizige wolbolletje. En die had ik ook dus allebei zelf geverfd. En het resultaat is een heerlijke zachte sjaal. Iets minder geschikt voor de zomer, meer voor de wat frissere herfst- of lentedagen. En ik zelf, dit was mijn een driepuntig idee. Dus dan kun je mooi eens een bandana. Maar ik draag een sjaal ook af en toe gewoon over mijn schouders. 'S Avonds bijvoorbeeld, als het iets killer is. En dan zie je vaak het patroon. Dan zie je een stuk beter uitkomen. Dit was een heel simpel patroon. Ik moet alleen nog netjes uitschrijven. En dan zal ik het binnenkort publiceren. Dat andere mensen, als ze denken van nou, dit lijkt me wel een leuk, eenvoudig patroon. Dan mogen ze die rustig dan een keer uitproberen. Aan het eind gekomen van deze eerste podcast. Mocht je bepaalde inhoud willen zien. Je zegt nou, ik wil meer projecten of meer patronen of meer verven van wol. Laat het me vooral weten. Ik hoor graag waar belangstelling in is. En in ieder geval hartelijk bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer.